Beste vrienden, beste vriendinnen, welkom in Plankendaal. Welkom op onze familiedag. De maximumcapaciteit van deze weide is 6.000 mensen. En zoals u op de parking wellicht heeft gemerkt, we zijn met meer dan 6.000 samengekomen. Meer dan 6.000 leeuwen en leeuwinnen op zeven dagen voor de verkiezingen. Geen enkele partij in Vlaanderen doet ons dit na. En En jullie kunnen ook niet geloven hoeveel deugd dat doet. Om u elke keer zo massaal op het appel te zien. Om in dat warme bad te kunnen duiken. Van die enorme en mooie familie die de NVA is geworden. Ook al zit de wind op kop. Jullie zijn al weken met duizenden in de weer voor onze campagne. Van overal in Vlaanderen krijg ik mooie foto's doorgestuurd. Van militanten die aan de slag zijn. Soms ook minder mooie foto's, dat is waar. Maar ze zijn aan de slag. En van overal. Stromen enthousiaste reacties binnen. Het is niet de partijtop. Maar het zijn jullie die de ware kracht van de N-VA zijn. Bedankt daarvoor. Bedankt uit de grond van ons hart. En u weet, als ik denk u wel zeg dat ik altijd direct iets ga vragen, dat is ook nu zo. Want wij komen in de laatste rechte lijn, zeven dagen nog. Ga nu alsjeblieft als de Vlaandriens die jullie zijn op die pedalen staan. Pers alles er nog uit tot de finish. Zoek al de twijfelende kiezers in uw omgeving en overtuig ze. Overtuig ze. Want de inzet van deze verkiezingen is niets minder dan hun welvaart. De regering de Croo heeft de schuld met 127 miljard laten oplopen. Dat is 1170 euro's. Per seconde. We zijn de grens van de 600 miljard schuld voorbij gegaan. De begroting zinkt steeds verder weg terwijl de rente stijgt, terwijl de vergrijzingskost oploopt, terwijl de klimaattransitie moet gefinancierd worden en terwijl onze defensie dringend moet heropgebouwd worden. De narekening van het Planbureau bewijst dat er maar één partij is die deze waarheden onder ogen durft zien: dat er maar één partij is met een becijferd plan. Om orde op zaken te stellen. Dat er maar één partij is die het fatsoen heeft om de mensen geen sprookjes te vertellen. Enkel en alleen een sterke N-VA zal de ondermijning van onze welvaart stoppen. Jan, Zohal, Ben en Matthias bewijzen in de Vlaamse regering elke dag dat wij het wel kunnen. Voor goed huisvaderschap moet je bij de N-VA zijn. Vrienden, wij komen op voor mensen die werken, mensen die sparen, mensen die ondernemen. Voor ons zijn die mensen geen citroenen om verder uit te persen. Zij werken niet voor ons, wij werken voor hen. Want het is dankzij hen dat we kunnen zorgen voor betere pensioenen. Het is dankzij hen dat we solidair kunnen zijn met mensen die zorg nodig hebben. In onze plannen worden mensen die werken dan ook beloond in plaats van gestraft. En zeker mensen die voor een bescheiden loon aan de slag gaan. Die krijgen van ons het respect dat ze verdienen. Met een hoger netto loon en een versterkte Vlaamse jobbonus. En ook wie heel zijn leven gewerkt heeft en vandaag desondanks maar een klein pensioen krijgt, zullen wij netto doen vooruitgaan. Voor een beleid met hervormingen ten voordele van de werkende mens moet je bij de N-VA zijn. Vrienden, de jeugd, hier vooraan talrijk vertegenwoordigd, de jeugd is onze toekomst. En voor hen willen wij niks minder dan het allerbeste onderwijs ter wereld. Onderwijs met de klemtoon op kennisoverdracht. Onderwijs met de klemtoon op rekenen en de perfecte verwerving van het Nederlands. Onderwijs met veel meer respect voor de leraars en leraressen die daadwerkelijk voor de klas gaan staan voor een onderbewijsbeleid dat de tanker verder keert en op koers houdt, moet je bij de NVA zijn. En de komende jaren moet ook de tanker van het welzijn worden gekeerd. Voor ons telt niet het belang van een zaal, maar het belang van de zorgbehoevende Vlaming. We moeten het aanbod versterken voor de kinderopvang, voor personen met een handicap en zeker ook voor mensen die het mentaal moeilijk hebben. In de gezondheidszorg versterken we het preventiebeleid in de eerste lijn en we hervormen zodat iedere euro maximaal kan renderen voor de patiënt. Voor een zorgzamer en een gezonder Vlaanderen moet je bij de N-VA zijn. En wars, wars van alle leugens die verteld werden en worden, wil de NVA zowel onze landbouw als onze industrie een toekomst geven met rechtszekerheid en groei. Tegelijk zullen wij onze natuur blijven herstellen en versterken. En tegelijk blijven wij een partij die het welzijn van dieren durft vooropstellen. Voor harmonie tussen ondernemen en leefmilieu moet je bij de NVA zijn. Vrienden, wij zijn een partij en wij zijn mensen die een hart hebben voor elke Vlaming. Wij kijken niet naar de afkomst. Wij kijken naar onze toekomst. En wij hebben respect voor de vrije seksuele identiteit van iedere mens. Wij aanvaarden niet dat die vrijheid onder vuur ligt van zowel links als rechts. Voor een Vlaanderen, waar elke Vlaming meetelt voor het volle pond. Moet je bij de n zijn. Rinnen, wij en heel Vlaanderen is het Europees migratiemodel met open grenzen beu. Met Vivaldi werd het absolute dieptepunt bereikt. Het beleid zakte weg in een mensonwaardige chaos. De N-VA wil een migratiemodel dat niet langer in de kaart speelt van mensensmokkelaars. Een model zonder doden op de Middellandse Zee. Wij willen gecontroleerde migratie, zonder illegale inwijking en met de klemtoon op mensen die hier komen om te werken. Voor een migratiebeleid dat ons versterkt in plaats van verzwakt, moet je bij de N-VA zijn. Vrienden, als enige Vlaamse partij dienden wij het Planbureau ook de nodige budgetten in om tegen 2029 aan de NAVO-norm eh, van 2% te komen. En voorzagen wij de middelen om onze veiligheidsdiensten en onze justitie te versterken. Voor een veiliger Vlaanderen moet je bij de N-VA zijn. En tot slot. Tot slot zijn wij uiteraard de partij die als enige een realistisch plan heeft om te komen tot een confederale omwenteling. Wij gaan echt geen vijf jaar luisteren naar de kookwekker van de bommen in de hoop dat de vurige tongen zullen nederdalen. Vlamingen en Walen moeten het beleid krijgen waarvoor ze gekozen hebben. Voor een welvarend Vlaanderen, maar evenzeer voor hun Wallonie-Prosper. Zelfbestuur is de beste kuur. Zowel, zowel in het noorden als in het zuiden van het land zijn wij de partij die nee zegt tegen 18 miljard aan nieuwe belastingen die de PS er nog eens wil uitpersen. Persen uit mensen die werken, sparen en ondernemen. Het is genoeg geweest. Voor een vrij Vlaanderen moet je bij de NVA zijn. En dus, en dus, beste vrienden, nog één week. We hebben nog één week om zoveel mogelijk Vlamingen te overtuigen van onze visie. Het moment is aangebroken. Het moet nu gebeuren en enkel wij kunnen het doen. En daarom stel ik mij uitdrukkelijk kandidaat voor de Wetstraat 16. Want wij hebben de plannen, wij hebben de mensen en wij hebben de moed om te doen wat nodig is. Stem NVA. Voor Vlaamse welvaart.